Jeroen, zo'n goede eerste helft. En dan lijkt 1 minuut jullie fataal te zijn geworden, deze wedstrijd. Klopt, na de rust niet scherp eruit. Een doelpunt gelijk tegen. En dan loop je achter de feiten aan. Dat is zwaar kloot. Maar het is nu helemaal zo gelopen. En uiteindelijk kan je jezelf nog belonen door die 2-1 te maken voor een betere uitgangspositie. Dat laten we helaas ook na. Maar ook tegen deze tegenstander hebben we weer laten zien dat we echt niet de mindere zijn. Maar ja, zo'n wedstrijd wordt op kleine dingen beslist. En daar moeten wij in ons eigen huis ons voordeel mee doen. Ja, waarom gaat het die eerste minuut mis? Is het omdat het de eerste minuut naar rust is dat dat ritme er weer moet komen? Nee, dat vind ik te makkelijk gezegd. Want vanaf het fluitsignaal, vanaf de eerste minuut en vanaf de 45e minuut weet je dat je er moet staan. Ja, maar het zag er 45 minuten zo gedisciplineerd, zo strijdvaardig uit. En ja, die ene minuut, het was gatenkaas. Dat klopt. En dat is het Champions League niveau. En dan wordt het gelijk afgestraft. Verwijt je jezelf iets? Ja, die bal had ik beter naar de zijkant moeten verwerken. Daardoor krijg je een doelpunt tegen. Er staan ook 2 jongens helemaal vrij. Dat mag ook niet, wat je zegt. Vlak na rust moet je daar gelijk scherp op zijn. Alle tegenstanders gehad. Een pool die loodzwaar bestempeld werd. Die is ook loodzwaar. Maar alle 3 de wedstrijden hadden jullie kunnen verliezen. Alle 3 de wedstrijden hadden jullie ook een punt of punten kunnen pakken. Ja, jij zegt het. En daar moeten we ook vanuit blijven gaan. En daar de kracht uitputten om thuis punten te pakken. En dat is tegen Manchester. En daar heb ik nog steeds volle vertrouwen in. Ja, over twee weken komen ze naar Eindhoven. Ja, precies. En weer een mooie wedstrijd om te laten zien dat wat we vandaag ook hebben laten zien. Maar dan dat wij met de 3 punten er staan.